Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sim Dreams. Oké, ik ben nog niet aan. Oei. Ja, dan moeten we die klap er nog eens bij gaan halen, hè. Allee dan, hè. 3, 2, en een 1, hè. Wauw, ben aan nu. Nice. Woehoe. Voilà, ik kan nu vertrekken naar mijn werk toe. Of nee, toch niet. Ik moet nog eerst mijn beeldschermen nog uitzetten. Mannetjes. Die heeft nog 20 minuten nodig. Zet de computer uit. Dus dat betekent dat ik na mijn werk eerst reisrisico naar hier kom. En dan iemand nog gaan uithalen. En dan naar mijn maatje gaan. Hè. Voilà. Heb ik alles? Ja. Alleen wat ik niet vind is mijn mesje. Ik zal dat wel dan wel nu vragen. Ja, ik heb mijn mesje kwijt. Overal opgezocht. Maar niks gevonden. Oh, het is al goed buiten. Oh, het is al goed buiten. Nog niet te fris, niet te warm. Het is al goed buiten, maar het gaat vandaag heet zijn. Ik ben blij. Ah ja, oké. Nice. Er is één post die ik sowieso moet meenemen. Dat is de deze. Dat is zeer goed. Voilà. Aankomen op mijn wagen. Wagen open doen en vertrekken. Voilà, ça. Jullie even op de houder zetten. Voilà. Dan kan ik alles erbij nemen. Eerst dan dit doen. Eens even kijken wat ik moet doen. Een leuk papiertje. Dus even kijken. Ja, het probleem is, er zit gevoelige informatie op, dus ik kan dat niet doen. Oké. Gaan we dat zelfs eens doen. Dus uit de geld. Dus oké, dus gewoon bellen. Okay. Moeten we dat straks eens doen, hè? En nu ga ik niet aan mijn sandwichje dat ik mijn gordel al aan heb. Oh, Vanessa. Oh ja, gisteren ook goed gebruikt, mijn Nesquik. Burgerlijk ligt die pot Nesquik hier ook nog ergens. Ja. Voelen. Ja, die ligt hier van achter. Dan gaan we die even gaan pakken en zo terug, want dan kom ik langs daar binnen. Kiekeboe. Hallo allemaal. Vanessa. Hier ben ik al terug. Ik ga mijn ramen nog doen. Voilà. Dit mag even op de grond. Dit leg ik even hier. En dan gaan we eens kijken. Ik moet dat echt tussen mijn benen doen. Hè. Ik moet dat echt tussen mijn benen doen. Eén.
2. En ik heb gesmodderd al. Goed bezig, Dimitri. En een klein beetje. Voilà. Ik heb gesmodderd! Yay! Smodderkont, zeggen ze meestal dan. Ik ben ook een smodderkont. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik geef dat ook eerlijk toe, mensen. Ik ben een smodderkont. Voilà. Ja, nee, ik moet nog wel een nestje. Op mijn stoel. Mama eet het. Goeie geurken. Nesquik geur. Voilà. En dan naar buiten trekken. Maar ja, ga je er naartoe of niet? Dat is nu de vraag. Hè. Ga ik jou zo... Ik ben weg geweest. 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 Voilà. Deze ga ik even op de achterbank leggen. Deze ga ik nog toedoen. Deze ga ik nog plat leggen. Deze gaan we in de deur leggen. Voilà. Want ik heb zelfs nog een hele rit te maken. Oké, let's go. Go, 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 let's go. Voilà. En dan zijn we vertrokken naar mijn werk toe. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Dus dan hebben jullie allemaal gezien wat ik allemaal doe. Zoals morgens vroeg in mijn wagen. Vooraleer dat ik eigenlijk kan vertrekken naar Globochem. Met mijn badge. Dat is ook nog belangrijk. Yes, check. Die ligt ook al klaar. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Dat was lang. 5 seconden. Ik ga even kijken als ik hier iets meer licht kan maken. Voilà. Hallo kijkers. Ik zit terug weer aan mijn bovenblote lijf. En je hoort het ook aan mijn stem. Ik heb het moeilijk. En ik heb mijn mesje teruggevonden. Ik was mijn mesje aan het zoeken. Hier is hem van het werk. Ja, ik heb op het wijkindje mogen leren. Dus wat heb ik gedaan vandaag gedaan? Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Goh, echt waar, mannetjes. Ik kan er meer praten. Dat is dat ik dozen... Ah jawel, dat heb ik allemaal al gezegd. Sorry. Oh mannetjes, mijn hersenen willen niet meer meewerken. Mijn hersenen willen niet meer meewerken. Godverdomme. Oei, maar ook niet vloeken. Ja, je moet ook niet door rood rijden, hè mensen. En sommigen doen het toch. Sommigen doen het toch. Ja. Oké, dat we hier toch terug op de 4K kwaliteit zijn, wil ik ook nog wel eens een leuk spelletje met jullie doen. Ik wil het terug gaan invoeren. Dus ik ga ook elke keer tussen de vragen in 5 seconden laten en dan het antwoord zeggen. Oké. Weet je wat, ik ga eerst schoffelen, of hoe jullie dat ook noemen. Voilà, en dan pak ik daar één willekeurig uit. Ik ga naar jullie kijken. Voilà, ik heb gekeken naar jullie toe, dus niet naar de kaarten toe. Oké. Welk onwelriekende onbeleefdheid wordt in de Suhang basisschool te Peking beboet met 25 eurocent. Vanaf nu. Oké, ik wist het niet. Ik dacht eerst aan boeren, een boer laten.
Dan kost u dan 25 eurocent. Maar het juiste antwoord is... in het publiek een windje laten. Oeh. En dat kost u dan 25 eurocent. Als je daar in Peking dus op een Suhang basisschool zit, krijg je dus 25 eurocent boete als je dus een windje laat. Dat vind ik ook wel erg. Oké, ik weet niet of dat nu nog is. Maar dat staat hier op de Trivia Pursuit vragen. Want ziet dat zijn... Ik ga niet alle antwoorden laten zien. Voilà. Dan. Welke Ierse zanger kocht het militair uniform dat Chaplin droeg in The Great Dictator? Oké, vanaf nu. Ik zal er nooit zijn opgekomen, mensen. Dus ik heb moeten passen. Dat geef ik al eerlijk toe. En het juiste antwoord is Bono. Dus B-O-N-O. Bono. Oké, dan. Welk bloederige primeur als vrouw mag de Palestijnse Wafa Idris op haar palmares zetten? Dus ik herhaal. Welke bloederige primeur als vrouw mag de Palestijnse Wafa Idris op haar palmares zetten? Wat kan dat nu weer al zijn, mensen? Vanaf nu. Oké. En het juiste antwoord is... de eerste zelfmoordterroriste. Oké, daar zal ik ook nooit zijn op achtergekomen. Dan. Welke is naast seks en werk de derde meest ingevoerde term in de zoekrobot Google? Oh my god, menen ze dat? Welke is naast seks en werk de derde meest ingevoerde term in de zoekrobot Google? Vanaf nu. Oké, het antwoord is, wacht hè, ik ga nu ook eens iets zeggen. Vrije tijd is het juiste antwoord misschien? Oh my god. God. Daar zal ik nooit zijn opgekomen. God. Oké. Dan. Ik lees niet de antwoorden wat er achteraf komt. Hè. Dus ik geef ook het eerlijke antwoord als ik het wist, ja of nee. Welke ex-genius voor frontman beweert dat we nieuwigheden als video en Polaroid te danken hebben aan de porno-industrie? Ha! Allee man, we blijven hier in de sekstermen. Oh my fucking god. Welke ex-genius frontman beweert dat we nieuwigheden als video en Polaroid te danken hebben aan de porno-industrie? Dus welke ex-genius? Ik weet het niet. Het is een naam wat jullie moeten geven, maar ik weet het niet. Peter Gabriel. Oké, ik zal er nooit zijn opgekomen. Dan. De laatste vraag. Of nee, ik ga nog één kaartje dan nog nemen. Waarom is 29 mei 1985 de zwartste dag uit de Belgische voetbalgeschiedenis? Dat misschien de Belgische in de finale hebben verloren. Belgische geschiedenis, voetbalgeschiedenis. Dat België tegen een land net in de finale heeft verloren. Wie weet. Dat is mijn antwoord. En het is... hezeldrama. Ja... Zal ik daar ooit zijn opgekomen? Nope.
Nope, 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 nope. We gaan nog allerlaatste doen. Dus ik ga opnieuw eens schuffelen. En daar valt eentje op de grond. Opgeraapt. Dus ik ga nu weer naar jullie kijken. Ik heb er eentje nu tussenuit genomen. Voilà. De laatste 6 vragen, dacht ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Here we go. Welk land brandt sinds 1990 jaarlijks een stuk regenwoud weg ter grootte van België? Welk land brandt sinds 1990 jaarlijks een stuk regenwoud weg ter grootte van België? Dat is wel een hele grote oppervlakte. Als ik nu zo al kijk naar de bomen buiten. Die hebben toch maar een hele kleine oppervlakte nodig. En als ze dan daarvoor de ganse, zo gans België elk jaar, ja, jaarlijks, daarmee afbranden. Amai. Denk in in welk land? Australië? Ja, we gaan eens kijken, hè. Brazilië. Oh my fucking god. Brazilië. Oké, Brazilië. Proficiat. Dan, met welke groep veroverde Alex Kallier Vlaanderen? Met welke groep veroverde Alex Kallier Vlaanderen? Ik weet niet wat voor groep. Een wielrennergroep? Nee, ja, een wielrenner. Ja, zo'n groep met wielrenners. Hoeverphonic. Ah nee, het is muziek. Hoeverphonic. Hey, Hoeverphonic. Oké. Wie vroeg in 1995 de nieuwe achternaam Don Rocks aan om zijn... Wacht, ik ga eens helemaal even opnieuw beginnen. Rewind. Wie vroeg in 1995 de nieuwe achternaam Don Rocks aan om van zijn... in het Nederlands vertaalde echte naam van het gat af te geraken. Dus wie? In 1995. Ik weet het niet. Mike de Troe. Echt waar, Mike de Troe. Waarom moet jij mij in een vlog zetten, Mike de Troe? Mike de Troe heeft foute dingen gedaan vroeger en daar is gans Vlaanderen, of eigenlijk gans België, nog altijd woest op die persoon. Wat hij juist heeft mispeuterd, ik weet niet als ik het nog altijd openbaar mag zeggen, die heeft Anne en Eefje vermoord. Oké. Dan, hoe leest een chatter C-U-L, dan zo'n achtje, E-R. Hoe lees je een chatter C-U-L, achtje, E-R? Kluachter. Kluachter, denk ik. Kluachter. Ik weet het niet. Kluachter. See you later, alligator. Dat is gewoon... See you later. Oh my god, dat ik daar niet op zijn ben gekomen. See you later. Ah ja. See you later. Dus zeker van see. De u van you... En dan de L van later. Dus met A8 en de E en de R te gaan. Hè? Later. Eter. Oké. Dan. Welke afdruk wil Europa invoeren op de visa en verblijfsvergunningen van haar lidstaten? Welke afdrukken wil Europa invoeren op de visa en verblijfsvergunningen van haar lidstaten?
Ah, wel, sorry hè, maar mensen, ik moet daarmee gaan passen. Ik weet het totaal niet. Weten jullie het? En het antwoord is... Ik weet het niet, hè. Vingerafdrukken. Daar moet ik echt op zijn gekomen. Vingerafdrukken. Oké. Okay. Je ziet, ik ben ook niet een van de slimste. Welke atlete uit Mozambique moest in 2003 de Golden League jackpot met niemand delen? Welke atlete uit Mozambique moest in 2003 de Golden League jackpot met niemand delen? Wie? Dus wie was die atlete? Vanaf nu. De antwoord is... Maria Mutola. Ken ik niet. Ik hoop dat jullie van deze special edition van Trivial Pursuit hebben van genoten. Ik wil dat wel wekelijks gaan doen. Ik ga weer al de kaartjes staan apart houden. Dus die ik nu heb voorgelezen en de antwoorden ook al heb voorgelezen. Die leg ik dus nu volledig apart. Dat ik die dus nooit of nooit meer in een vlog moet gaan voorlezen. Want het kan zijn dat er nu dubbele vragen nog eens gaan voorkomen. Dus die al gesteld zijn geweest vroeger ook in mijn vlogs. Want ik ga jullie eens iets laten zien. Dus staan dat ik het ook wekelijks zal gaan doen. Ik ben bijna klaar, hè mensen. Ik ben bijna klaar. Kijk eens hier, mensen. Dit is de ganse stapel wat ik nog allemaal wil gaan voorlezen. En dit stapel wou ik eigenlijk ook op mijn website volledig gooien. Maar mijn website is nog bij heden nog altijd niet terug online gekomen. Wanneer dat die website terug online gaat komen, ik weet het niet. Ik ben nog in een hele aanpassing daar ook op bezig en al, ook achter de schermen en al. Dus dan weten jullie dat. Oké, ik ga hier nu ook, ik ga nog eentje doen. Nog een allerlaatste, die van boven ligt. En dat is dus, ziet zo met zo'n tekeningske. Wauw. Van, stem op mij, stem voor Boma. Staat daarop. Heel schoon. Misschien zit daar ook nog een vraag van Boma bij. Oké. Welke warme fonteinen blazen letterlijk stoom af? Welke warme fonteinen blazen letterlijk stoom af? De juiste antwoord is geysers. Ik wist het zelf ook niet. Ik geef ik eerlijk toe. Wel, het probleem is nu zie ik wel de antwoorden ook direct op mijn papiertje. Omhoog van, dat staat er juist achter. Jammer genoeg. Want zo gelijk... Zoals deze, ik ga jullie dat ook nu laten zien. Jullie zien hier dan de vragen op. En aan de achterkant staan dan de antwoorden op. En hier dus niet. Hier staat dat dus direct. Dus ik ga het ook zo eens eentje van nemen. Dan gaan jullie het ook zien. Wat ik ermee bedoel. Jullie zien hier dan de vragen op. En daar achteraan staat ook dan de antwoorden op. En ik schuffel toch altijd. Dus die vragen wat jullie nu hebben kunnen lezen. En de antwoorden hebben kunnen lezen. Wanneer gaat die online gaan komen? Dat weet ik niet. Dat is toekomstmuziek. Oké. Welke duffe eend verschijnt samen met Porky Pig op het scherm? Welke duffe eend verschijnt samen met Porky Pig op het scherm? Oké, de antwoord is... Daffy Duck. Oké, Daffy Duck. Welke maand wordt ook wel bloemenmaand genoemd? Dat is wel een hele gemakkelijke, hè, mensen.
Dus welke maand wordt ook wel de bloemenmaand genoemd vanaf nu? De juiste antwoord is mei. En daar is ook nog een mooie zegwijze. In mei leggen alle vogels een ei. Van welke monstertjes kwamen de versie Ruby en Sapphire uit? Juicy Hadid, dat is een vraag voor jou, hè? Van welke monstertjes kwamen de versies Ruby en Sapphire uit? Dus kijken als jij het ook weet, hoor, Juicy Hadid. Vanaf nu kun je het de antwoord geven. Oké, ik ga een hint geven. Ik heb op iets zeggen. Pika, Pika, Pikachu! Tja, tja, Charmander, tja, tja. Ja, dus Pokémon! Gonna catch 'em all. En ik heb ze nog niet allemaal. Belangen nog niet. Hoe heet wagentje dat nu op Mars rondtoert? Hoe heet het wagentje dat nu op Mars rondtoert? Vanaf nu. De juiste antwoord is Spirit. Wist ik zelfs niet. En deze vraag stel ik jammer genoeg niet graag. Omwille van dat er zit een naam in. Die persoon bij mij weten is die heen gegaan. En heel Vlaanderen heeft daar ook om getreurd. Maar jammer genoeg is er geen vraag rond. Bij welke tv-ploeg startte Xavier als doelman? Bij welke tv-ploeg startte Xavier als doelman? Vanaf nu. FC de Kampioenen. FC de Kampioenen. Voilà, dat was toch zo'n mooie serie op 1, vond ik altijd. En ja, dat was leuk. Dat was echt altijd leuk om daarnaar te kijken. Maar ja, ik ga hier nu de vlog volledig beëindigen. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van mijn Trivia Pursuit vragen. In totaal 18 stuks, dacht ik. Ik ga het gewoon eens tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Daar heb ik deze keer niet eens over gelogen. 18 vragen hebben jullie gekregen, op jullie losgelaten. Ik hoop dat jullie daar ook hebben van genoten. Dus bij deze ga ik nu ook de vlog afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Of nog iets anders er. En voor de rest, ja. Zeg ik als altijd. Ah ja, ook bij deze. Ik weet dat deze vlog vrijdag online komt. Maar zaterdag gaat het echt tropisch warm zijn. En ik vraag ook aan mijn kijkers dan ook. Dat doe ik niet zo raf. Dat ik dit zeg in mijn vlogs. En ik heb hier een kabeltje onder mijn voeten. Wat mij even irriteerde. Dus ik zeg dit ook niet heel rap. Ook voor zaterdag. Drink voldoende water. Drink voldoende water. Want het gaat zijn tropisch warm worden. Ik wil geen kijkers verliezen door de warmte. Dus bij deze zijn jullie ook gewaarschuwd. Ik hoop dat jullie ook die waarschuwing ook in acht gaan nemen. Dus dat jullie ook voldoende gaan drinken met die tropische temperaturen. Zo was het. Ik ga nog gauw even voor de rest nog gauw zeggen. Zoals ik weet dat zaterdag hebben ze op de radio gezegd 32 graden. Ik ga nu eens kijken wat mijn weerapp zegt. Meteo X. We zitten in Alken. Uh,
Oké. Dus zaterdag 31 zelfs. Dus met licht bewolking. En dan gaat het afkoelen tot 16 graden 's avonds. Dus overdag 31 graden. Dus drink echt waar voldoende, hè mensen. Zondag overdag 24 graden en 17 graden 's avonds, 's nachts. Maar daar is dan een hele grote kans op regen en onweer. Maandag redelijk bewolkt, soms zonnig, met temperaturen van 22 graden en 13 graden 's avonds. Dinsdags 23 juli is het overwegend bewolkt, kan af en toe eens een buitje vallen. Temperatuur van 21 graden en 14 graden. Woensdag 24 juli, dan wordt het licht bewolkt. Dus gewoon licht bewolkt. Dus dan gaat het 21 graden worden en 's nachts 13 graden. Dan hebben we nog donderdag 25 en ik kan nog tot vrijdag 26 juli doen. Dus donderdag 25 juli is het heel, heel licht bewolkt. Dan is het overdag 23 graden. En dan 's avonds gaat het afkoelen tot 12 graden. Vrijdag 26 juli gaat het 24 graden worden. En dan 's avonds gaat het afkoelen tot 14 graden. En soms af en toe is een klein druppelje dat ik kan vallen. Dus met een redelijke bewolking. En soms af en toe komt wel eens de zon erbij te piepen. En dan ja, wil ik ook wel de weekend erop wel ook al zeggen. Zaterdag 27 juli, juist hetzelfde weerbeeld als vrijdag 26 juli. Soms af en toe een gedruppel met zwaar bewolking en af en toe is een zonnetje met 24 graden. En s'avonds 14 graden dat het gaat afkoelen. Zondag 28 juli doen we daar een graadje minder goed mee. Dan wordt het maar 23 graden. En dan s'avonds, als we gaan slapen, of tijdens de nacht, is het 16 graden. Blijft het wel nog 2 graden warmer dan de vorige nacht. Wel over die dag gaat het af en toe zonnig zijn, zwaar bewolking, met af en toe een gedruppel. Dankjewel voor het weerbericht hier bij Psycho TV. En kom ook eens gerust, ga ook eens gerust eens langs op www.cu-lam.be en ook eens naar www.xlam.be, want daar ben ik ook de bespeuren. Tot later allemaal, yo yo yo.